Weet je niet waar je voor tekent? Ik heb hem! Even een liedje zingen, kom er even bij. Zet je volume veel harder als je dit hoort. Yo, welkom dat je kijkt. Yo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Nieuwsgierige Gasten. Snapking. Ja, hey, we hadden vandaag de vraag, lezen mensen eigenlijk wel heel goed door als ze iets tekenen? Ja. Dus dat gaan we testen. We hebben hier een petitie gekregen voor de woningnood in Amsterdam. Nou, daar zijn waarschijnlijk heel veel mensen die daar vast wel voor willen tekenen. Maar er staat iets op jouw ding en er staat iets op mijn ding. Wat staat er bij jou? Andere dingen bij? Tussen alle regels door staat er... Daarnaast gaat hij ermee akkoord om een gevecht aan te gaan met Bram de Sumo-worstel. Het is grappig dat Bram zichzelf toch altijd een beetje in het script verwerkt bij zijn eigen ideetjes. Ja, ik had hier ook liever Martijn zien staan. Ik had liever Joost zien staan. Dus waar komt het op neer? Mensen die dus blind tekenen, die gaan dan met Bram op de vuist of zo. Kom er even bij. Laten we gewoon beginnen. We gaan de straat op. We gaan vragen of mensen deze fiets willen tekenen. Als ze dat doen, krijgen ze klappen van Bram de fiets. Hey, dit wordt wel heftig, want we gaan dus een aantal dingen doen. Maar als dit dan de eerste is om mee te beginnen, dan wordt het pittige aflevering. Het wordt echt steeds heftiger. Ja. Nou, trek je sumo-pak aan. Ga ik doen. Het is lekker oud, vind je, toch? Dat is een lekker... Maar anyway, wij gaan dus wat mensen dit laten tekenen en dan kom jij met je blije pretkop even kijken of ze tegen je opgewassen zijn. Nou, succes. Joejoe. Oké. Dames, zou ik jullie mogen vragen om deze petitie tegen woningnood te tekenen? Dan, ik denk, waarschijnlijk heb je het al gezien op de nieuws. Ja. Zij die, kun jij die deze doen? Twee vliegen in één klap. Boom! Wil je nog even goed doorlezen anders? Kijk, het gaat hier over de maatregel tegen woonnood. Een huurwoningzoek is één ding. Even in deze tijd een ander. Weet je tenminste ook waar je voor tekent? Ik wil actie zien, Bram. Ik wil klappen zien. Jij slaat misschien geen vrouwen, maar vandaag wel. Vandaag wel. Gewoon niks vragen. Bam! Later uitleggen. Dus dames, wie gaat eerst? Man. Jullie gaan met mij een potje worstelen, zag ik. Daar hebben jullie voor getekend. Dus wie van jullie kan? Ja, maar je hebt ervoor getekend. Ja, getekend. Ja, maar daarnaast gaat u ermee akkoord om het gevecht aan te gaan met Bram de sumo-worstelaar. Oh, nou ja, volgende keer. Er gaat iets mis. Er is helemaal geen actie. Ja, ik heb veel vrouwen in mijn leven van achter gegrepen, maar ik ga dat niet bij hun zo. Bram, even, er zijn nu. Nou ja, tegenwoordig zijn er nog maar 10.000 kijkers overgebleven, maar die 10.000 die kijken nu en die denken, kom op Bram, actie. Ja, maar je vraagt dan even aan vast. En die clickbait titel moeten we wel een beetje gaan waarmaken. Ja, Bram slaat vrouwen. Nee. Dan, nee. Zojuist bedacht dat het titel wordt, nee. Dan moeten we toch iemand... Nee, gelukkig bepaal ik de titels en de team dus. Ja, dan zou hier in de titel hebben gezegd, Bram vecht... Ik weet niet, maar slaan en schoppen hoort gewoon bevechten. Ja, kom op man. ik weet niet wat daar gebeurde, Bram. Ik weet niet wat daar gebeurde. Dat was niet de bedoeling. Nou, ik weet oprecht niet waar die vandaan kwam, sorry. Ja. Maar we hebben nog één ding, vraag even aan een aan een vent. Is goed, komt goed. Oké, echt een vent. Oké, cool. Ja. Dat ga je het echt doen? Kan je een beetje knokken? Vechten. Ja? Ja, man. Top. Jou nodig, want ik heb hier een petitie voor een woningnood. En mijn vraag is of je die wilt tekenen. Alleen dat? Ja. Maar kickboksen of MMA? Kickboksen. Dus ik heb wel een goede rechter. Tuurlijk. Lekker hoor. Lekker. Ja, man. Top dat je mee doet. Ben je klaar voor? Ja, daar heb je voor getekend, jongen. Daar heb je voor getekend. Ik heb hem. Oh. Klap hem! Lekker man. Misschien moet je even uitleggen wat hier is gebeurd. Want ik denk dat hij een beetje overweldigd is. Leg hem maar even uit. Jij hebt getekend hier. Daarnaast gaat u ermee akkoord om het gevecht aan te gaan met Bram de sumo-worstelaar. Nee, ja man, je moet altijd goed lezen waar je voor tekent. Is goed man. Dankjewel. Rustig aan. Bramovic, jij wil mensen niet meer aanvallen? Nee. Jammer. Ja, dat dacht ik al. Dat echt wel echt een klap verdient namelijk bij die laatste. Ik snap niet dat die gozer jou niet meer heeft geslagen. Nee, daar ben ik wel erg blij mee. Ik denk degene die dit gaat tekenen dat hij niet zo blij is. Wat dan?
Nou, we gaan hem een makeover geven door groene haren te geven, plaktatoeage op zijn gezicht. Bram, je bent niet zo lief, voor de mensen. Je komt zo aardig over. Ja. Je bent echt evil. Je wilt ze slaan, mensen op gevecht en nu wil je ze zeg maar een soort van verminken. Heel eerlijk, Ik zie nu komt iemand zeg maar achter mij gelopen. Ja. Die vindt het niet zo erg om een kleurtje in haar te krijgen. Nee. Dus ga ervan. Nee, die vinden het. Ja. Die wil dit. Ah, zou je onze petitie willen tekenen tegen de woningnood? Ja, is dat alleen tekenen? Ja. Oké. Top. Dank u wel. Mag u meelopen? U gaat ermee akkoord dat uw uiterlijk totaal wordt veranderd. En dit zullen we doen door uw haar groen te verven. We hebben een mooie bos met groen voor in uw haar. Ja. Dit matcht mooi met het roze. Heel leuk. Ja, maar ik ben nog even getekend. Ja, maar u heeft ervoor getekend. Ja, dank je wel. Ja, gaat er niet meer mee akkoord? Helaas. Ja, maar ze heeft ervoor getekend. Ja, ja, dat gaat hij mis dan? Ja, ik denk bij mijn aanpak. Ik erop sturen. Maar kon je dan niet gewoon zeggen dat roze haar is prima, doen we alleen even feesten? Uiteindelijk is het wel gewoon, we onderzoeken of mensen lezen voor hetgeen waarvoor ze tekenen. En dat heeft nog niemand gedaan. Jij zet daar zulke rare dingen in. Je hebt er heftige dingen in gezet. Ja. Je moet even terug naar de tekentafel, niemand een liedje doen. Zingen op de Dam. Ik denk dat het... Ja, vind ik ook een goeie. Liedje zingen op de Dam. Ik ben nu weer degene die graag wat volhouden aan dit idee, denk ik. Weet je wat, je hebt gelijk. Geef hem niet op. Geef hem niet op. Jij gaat verder. Dus eerlijk, als het lukt, is het fucking goud. Dat is wel waar. Dus ga ervoor. Laat het doen. Ja. Prima. Prima. Ik heb er een hart over dat het gaat lukken, maar we gaan ervoor. Meneer, wij zijn hier bezig met een petitie tegen de woningnood. Zou je hem willen tekenen? Ik zeg, lees het even goed door. Anders. Top man, goed dat je de kas steunt en support. Ja, fijne dag. Jou ook een hele fijne dag. Mag je? Dan mag je heel veel hier gaan staan. Kijk, ik denk dat het handigste is als je even omdraait. Ga je hier tot op me spuiten? Ja, gewoon je haar. Ja, ik denk dat ik wel goed zit. Jij bent Teun, toch? Ja. Uit Groningen. En dit is jouw handtekening? Dat klopt. Nou, hier staat dat daarnaast gaat hiermee akkoord dat wij uw uiterlijk totaal mogen veranderen. Dit zullen wij doen door u een andere haarkleur te geven. Nou, daarvoor is Bram. U krijgt een mooie tatoeage. Een mooie, dus dat is wel fijn. Wellicht een piercing. Daar gaan we even over in beraad. Oké, in dat geval... En een bril. Gratis. Oké, in dat geval mag ik gedeeltelijk kiezen voor wat ik ga? Nee, maar nee, ja, maar... En, oh, nee, en een brilletje. En. Oh, okay. Ja, een brilletje. En het brilletje. Ja, dat brilletje. Ja. Neuspiercing. Het is een tijdelijk, hè? Ja, nee, maar je zei dat was optioneel. Ja, dat is optioneel, dat klopt, ja. Is die voor jou? Oké. Deze kan je gewoon zo tussen je neusschot klemmen. Oké. Ook al is het optioneel. Is oorbel? Oorbel, ja. Dit komt dan aan als eindklapper is deze. Oké, goed. Sure, dan wacht even. Dan nemen we die op mijn arm. Op je arm? Lekker, Bram. Je hebt Bram zijn dag gemaakt. Kijk hem genieten. Kijk hem genieten. Hoe lang blijft het trouwens gewoon... Dit is permanent. Ah, oké, okay, top. Maar we hebben een deal bij een kapper hier, dus je kan het ook gelijk afknippen. Je hebt dan gewoon oprecht aan alles gehoor gegeven. Nu. Oké. Okay. Je hebt een brilletje, je hebt het haar, je hebt een piercing. Tatoeage. Je hebt een... Okay. Oh, sorry. Dit is onze fout. Je hebt de poging van een tatoeage. Goed gedaan, Bram. Teun, je bent een baas. Dankjewel, Teun. Hey, thanks, Teun. Sportief. Later. Maar wat wel een goede tactiek was, wat je ook met dat worstelen heel goed deed, ongevraagd gewoon beginnen. Juist. Ja. Nee, laten we jouw idee doen. Je hebt namelijk ook wat input in deze video. Ja, ik heb ook input. We gaan iemand laten zingen die tekent. Ja. Genant! Genant, gozer! Boys, zullen tekenen voor de woningnood? Woningnood? Ja, man. Ja, dat ga ik. Tietje tegen woningnood. Dat ga ik wel tekenen. Zitten jullie in woningnood? Woningnood, wat is dat? Weet je niet eens waar je voor tekent? Nee. Hard. Nee, maar wie gaat er van jullie beginnen? Met wat? Jullie hebben getekend dat jullie akkoord gaan om jezelf compleet verlul te zetten door midden. Hey broer! Van een achterlijk liedje. Jawel. Je moet even een liedje zingen hier. Even een liedje zingen, kom er even bij. Jongens, give it up for
Die gaat voor ons een nummer performen. Welk nummer gaat het worden? Een eigen nummer? 50 Cent. 50 Cent, wie kent hem niet? Ik moet, hey, doe een liedje in mijn oor, dan kan ik meerappen. Ja, geef een liedje in zijn oor, broer! Met Joey AK Rauw. Joey AK Rauw. Het is een nieuw nummer geworden. Schrap 50 Cent, schrap 50 Cent. Het is... Joey AK Rauw. AK Rauw. Ik ben met Koens in de kast. Als je focus, we willen wat pakken. Kijken wie je gaat happen. Bro, ik ken die tekst niet eens, man. Ja, jij wil het. Chica komt hier staan, want ze kunnen een grotere tas krijgen. LV, Prada, alles. Salmi, oké. Hey. Je publiek is wel weg. Waar is die publiek? Ik weet het ook niet. Heb je iets geleerd vandaag? Ja, man. Wat dan? Wat ondertekenen zonder te lezen. Je bent een strijder, toch? Soldaat. We hebben natuurlijk best wel wat publiek hier. Die natuurlijk dat zit te wachten op een nummertje. Ja. Dus we hebben hier Bram, wat ga je voor ons zingen? Heb je een nummer in gedachten? Zo staat het niet in het script. Heb je een nummer in gedachten? Je moet het publiek geven waar ze voor betaald hebben. Hey, laat die box van je. Laat die box van je. Bram, wat ga je voor ons zingen? Doe eentje van... Bram, ze wachten. Lil Kleine. Even Lil Kleine, helemaal goed. Zet je volume veel harder als je dit hoort. Betaal al mijn boetes wit als ik geflitst word. Kan je niet zien dat ik hit na hit score. Ik zet mijn tv aan en ik hoor alleen mezelf praten. Echt, je moet jezelf haten. Ik heb geen tijd voor je gelul, ik moet mijn centen maken. Iedereen is weg. Applausje voor Bram! Dankjewel! Lekker Bram! Dankjewel. Hoi, ik ben petitie aan het verzamelen tegen de woningnood hier in Amsterdam. Oh, wat goed! Ja, hè? Ja, vind ik echt. Ja, dat vind ik dus ook goed. Ja, de vraag is, ik denk dat je dan ook wel wilt tekenen. Hoor, de vraag is of je lees het anders nog even goed door, want de woningnood, ja, het is een ingewikkelde case. Misschien vind je het interessant te lezen. Ik vind het goed dat je hier meedoet. Ja, tuurlijk. Maar je hebt nu wel een handtekening nodig. Ja, ik ben bezig. Oh, sorry. Hier is het krabbeltje. Ja, dat is... ik ben er wel een vrouw, maar ik kan geen twee dingen tegelijk. Oké. Okay. Want wat luister je nu? Een muziekje. Welke? Wat ga je voor ons zingen? Wat luister ik? Geef het op voor Sophie! Sophie, wat ga je voor ons zingen? Nee. Maar jij hebt hier gezegd dat jij akkoord gaat. Oh nee, om middel de dam. Sophie, succes! Met microfoon en contract. En daar gaan we je vandaag aan houden. Oh nee, jongens, echt. Zoek het uit. Ik doe met je mee, duetje. Succes! Die blinde paniek in iedereen zo. Wat? Ik zing het? Nou jongens, iedereen die we hebben gevraagd... Zet je volume veel harder als je dit hoort. Ik denk dat we kunnen concluderen dat niemand, maar ook helemaal niemand, leest waar ze nou eigenlijk voor tekenen. Stelletje imbecielen, opletten met z'n allen, want zo voordat je het weet... staat deze guy naast je en wordt je haar gewoon godverdomme groen geverfd. Lekker pik. Dankjewel. Ja, goed gedaan. Lekker. Volgende week zijn we gewoon weer terug, hè, met een nieuw baanbrekend onderzoek. Ja. En tot die tijd kunnen ze jou gewoon volgen op Instagram. Dat klopt, dat is @BramBosman. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week.